We zijn begonnen met baskets in 2012. Mede van mijn liefde voor sneakers streetwear. En ook omdat ik vond dat het op dat moment niet op de juiste manier werd aangeboden. We zijn nu een stuk verder, 6 jaar na dato. We hebben 2 winkels inmiddels, in plaats van 1. De ervaring van mensen in de winkel is super belangrijk. Zeker omdat online nog steeds belangrijker wordt. En zeker nu er ook de combinatie is tussen online en retail. Binnen het omnichannel gedeelte valt natuurlijk ook de kassa die we gebruiken. Again, meten is weten. En dat is voor ons denk ik super belangrijk. De functionaliteiten die erg belangrijk voor ons zijn kijken wat natuurlijk goed doorverkoopt. Maar ook het bijhouden van klantgegevens, bijhouden van klachten. Het fijne is dat het allemaal in één systeem zit met Lightspeed. En dat we daar dus ook met z'n allen op kunnen vertrouwen. En dat is heel erg fijn met een wat groter team en een divers team. Ook qua verschillende leeftijden bijvoorbeeld. Dat het super toegankelijk is en iedereen daar mee uit de voeten kan. En dat je het altijd op afstand kan bekijken. Dat is wel echt, vind ik, iets heel erg prettigs. Dat ik op afstand altijd alles kan zien wat er real-time gebeurt. Zowel online als offline. En dat is voor ons heel belangrijk. Zeker ook omdat we heel veel producten een bepaalde lanceringsdatum hebben. Die producten worden dus eerst in de winkel gelanceerd en vervolgens komen ze online. Dit is iets wat we heel simpel via Lightspeed kunnen regelen. Dus op het moment dat het eerst in de winkel. Sinds dat we 2 winkels hebben, hebben we best wel wat uitdagingen mee. Om te kijken van hoe we dat kunnen optimaliseren en hoe we dat één kunnen maken. Kassysteem helpt ons daar heel erg bij. Vooral met het beheren van voorraad in de ene winkel en de andere winkel. Waar Basket over een aantal jaar is. Vind ik altijd moeilijk te omschrijven. Wel denk ik dat het optimaliseren van de retail die we nu aan zich hebben heel belangrijk is. Dat is al een stap die wij dit jaar hebben gaan maken zijn om de backend nog veel beter op orde te krijgen door middel van bijvoorbeeld een nieuw kassasysteem wat we hebben. Daarnaast is het uitbreiden van het merk Baskets aan zich onze grootste prioriteit. En ik denk dat wij zeker met de 2 winkels en online en zeker omdat we dat al snel allemaal aan elkaar willen verkoppelen, dat de samenwerking met Lightspeed heel erg intens is geweest daaromheen om het ook zo te bouwen dat onze wensen zeg maar daarin binnen vielen. Ik denk dat die diepte van samenwerking en dat geldt voor al onze partners, echt heeft bijgedragen aan het succes van Baskets.